Na afloop van de met 4-1 gewonnen wedstrijd van Zwolle sta ik hier met assistent-trainer Theo Jansen. Theo, Scott is ziek. Jij vervangt hem even. Even vooraf even iets kort toelichten over het toch wel onverwachte vertrek van Patrick Verhaag. Ja, nou, Patrick die heeft via zijn schoonvader wat werk aangeboden gekregen in Breda. Zijn schoonvader is eigenaar van een fysiocentrum, van een fitnesscentrum, van een tapaszaakje, van een broodjeszaak. En hij is daarmee ingestapt als partner. Dus hij is daar dagen druk, avonds druk in Breda. Dus vandaar dat hij besloten heeft om te stoppen. Omdat de reistijd eigenlijk niet haalbaar is om hier te blijven trainen en te blijven voetballen. Oké, okay, hebben we dat verhaal even duidelijk. Dan terug naar de wedstrijd vandaag. Ja, ik denk klaar verdiende terecht overwinning. Ja, ik wil beginnen met de groep een groot compliment te maken. We hebben toch een aantal mensen die niet spelen. Hè. Patrick die afhaakt deze week, wat ook een teleurstelling voor de groep is. Giel die niet kan spelen. Jaal die niet heel fit is. Mike die geschorst is. En je moet het niet hebben over de mensen die er niet zijn. Maar we hebben met z'n elf echt geknokt. We hebben echt een teamprestatie geleverd. Grote klasse. Ja, ik vond het een sterk begin, tot aan de blessure van Alex. Daarna leek het iets minder te worden. Ja, vergeet het te scoren, toch weer, denk ik. Ja, dus het verloop van de laatste wedstrijd. Als je de laatste wedstrijd kijkt, binnen 10 minuten moeten we 2-3 goals maken uiteindelijk. Elke wedstrijd. En we hebben gelukkig geen zeper gemaakt, want achterin hebben we eigenlijk niks weggegeven. Toch op die cornerbal, waar ze nog 3-1 uitmaken. Maar voor de rest hebben we eigenlijk geen kans weggegeven. En dat is ook klasse van het team natuurlijk. En Alex, ja, dat zijn overtredingen die eigenlijk meer dan geel verdienen, denk ik altijd. Maar goed, de scheidsrechter die heeft niet alles goed gezien vandaag. 3-0 met rust, dan lijkt het klaar. Wat zegt Scott in de rust? Met welke opdracht tweede helft? Ja, dezelfde doorzetten, dezelfde lijn doorzetten en tweede ballen winnen, sterk in de duel zijn en niks weggeven. 3-0 is ook 3 punten uiteindelijk. Het was niet de opdracht om echt 4, 5 of 6-0 te maken. Bij mogelijkheid wel, maar goed, we hebben netjes de tweede helft uitgespeeld uiteindelijk, professioneel. Weinig weggegeven, geen domme dingen gedaan, geen kaart opgelopen, dus compliment naar de groep.